De bewoners van het Ebbingenkwartier zijn boos over de hoge kosten die zij moeten betalen voor het parkeren. De bewoners krijgen geen parkeervergunning voor op straat en zijn genoodzaakt om hun auto in de veel duurdere parkeergarage te parkeren. In plaats van 80 euro per jaar voor een vergunning betalen veel bewoners nu 114 euro per maand voor een abonnement voor de parkeergarage aan het Boterdiep. De bewoners zijn de parkeersituatie zat. In principe een beetje waardeloos, want als bewoner hier zo, dan kan je nooit je auto kwijt. Alleen op het parkeervak, maar daar moet je dik voor betalen. En ik vind dat de bewoners hier gewoon een beetje uit vrijstelling daarvan van moeten hebben. En ook goedkoper, want het is ontzettend duur. De parkeersituatie is een drama. Er is eigenlijk helemaal geen sprake van een parkeersituatie. Wij moeten straks parkeren in de parkeerbak. Dat is per 1 juli betalen wij 114 euro in de maand. Nou, dat is eigenlijk voor velen gewoon niet op te brengen. Dus ja, wij zitten straks met een probleem. De bewonersorganisatie heeft een brandbrief gestuurd. Nou, wat we aan de politiek vragen is om in elk geval voor te zorgen dat die garage die nu voor het grootste gedeelte de hele tijd leeg staat, al meerdere jaren, om daar in elk geval wat aan te doen. Ik bedoel, regel een ingroeitarief, regel een korting voor, houden voor mijn part een rollerdisco. Maar zorg in elk geval dat er iets mee gebeurt, want het is zonde. Met z'n allen hebben we betaald voor die parkeergarage en hij staat gewoon leeg. Sommige bewoners hebben een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente. Omdat wij ten tijde van de koop ons niet is medegedeeld dat wij geen parkeervergunning zouden krijgen. Nu zijn we 5 jaar verder. Blijkbaar krijgen wij dus nu geen parkeervergunning. En ja, daar zijn we het niet mee eens, want het is niet gecommuniceerd ten tijde van de aanschaf van onze woning. De uitspraak van de rechtszaak komt over 6 weken.